Hebben jullie er ooit al over nagedacht hoe de wereld er zou uitzien zonder mannen? Dit zou grote gevolgen hebben, ook op het politieke toneel. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze foto van het Britse parlement. Wanneer alle mannen worden weggewist uit de foto, blijven er nog bitter weinig vrouwelijke parlementsleden over. Deze politieke ondervertegenwoordiging van vrouwen is het vertrekpunt van mijn onderzoek. Hierbij ga ik na welke factoren kunnen verklaren waarom vrouwen het electoraal minder goed doen dan mannen. Een van de mogelijke verklaringen is het bestaan van politieke genderstereotypen. Dit verwijst naar het idee dat kiezers, louter op basis van het geslacht van de kandidaat, bepaalde karaktereigenschappen, bepaalde competenties en bepaalde ideologische overtuigingen aan kandidaten gaan toeschrijven. Onderzoek uit de Verenigde Staten toont aan dat vrouwen als minder competent ingeschat worden voor zogenaamd harde beleidsdomeinen, bijvoorbeeld defensie en financiën, terwijl ze net competenter ingeschat worden voor zachte beleidsdomeinen, zoals bijvoorbeeld onderwijs en kinderopvang. Daarnaast worden vrouwen ook linkser ingeschat. Op basis van een experimenteel onderzoek ga ik na in welke mate deze politieke genderstereotypen ook spelen in Vlaanderen. Hiervoor ontwikkelde ik profielschetsen van fictieve politieke kandidaten. Deze kandidaten werden voorgesteld op basis van korte en neutrale tekstboodschappen. Het geslacht van de kandidaat werd duidelijk gemaakt aan de hand van een mannelijk of een vrouwelijk silhouet. Ik legde de beide profielen voor aan zo'n 2500 Vlamingen. De resultaten tonen aan dat Vlaamse kiezers globaal geen onderscheid maken tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten op het vlak van competentie. Maar op het vlak van ideologische positionering zijn de verschillen beduidend groter. Vlaamse kiezers schatten vrouwelijke kandidaten linkser in dan hun mannelijke collega's, ook wanneer deze exact dezelfde boodschap verkondigen. Deze perceptie van vrouwelijke kandidaten heeft wel degelijk belangrijke gevolgen, ook op electoraal vlak. Het kan ertoe leiden dat kiezers, en dan voornamelijk rechtse kiezers, minder geneigd zijn om voor deze linkse vrouwen te stemmen. Op basis van dit onderzoek kunnen we besluiten dat het geslacht van de kandidaat nog steeds een belangrijke rol speelt bij de beoordeling die kiezers van deze kandidaat maken. Hoopgevend is wel dat we slechts kleine verschillen vinden in zaken gepercipieerde competentie en dat Vlaamse kiezers mannen en vrouwen dus ongeveer evenwaardig inschatten op dat vlak. Misschien mogen we ons dan ook binnenkort opmaken voor een eerste vrouwelijke minister-president of eerste minister. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.